Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken. Is Quest nu echt met een model uitgekomen wat als een keiharde klap, zoals Rico Verhoeven hem zou uitdelen, aankomt? Ik denk het wel. De Quest Q30. De Quest Q30 is een opvolger of een stapje hoger als de Q20. Ik denk zelfs dat het wel meer is. Op het eerste gezicht zie je nog niet zo heel veel, want Quest heeft de eigenschap dat ze allemaal een beetje op elkaar lijken. Oranje met zwart en een beetje dezelfde vormgeving. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat het brein is uitgebreid. En met dat het brein is uitgebreid, is ook de kast ietsje dikker geworden. Er zijn andere materialen gebruikt en de vormgeving is een klein beetje anders. Als we dan kijken, goed kijken, dan zien we dat het hele stelen set gewoon één stevig bonk is. Je kan met de camlocks kan je ze in en uitschuiven op de goede maat. Het zit goed vast, maar ook voor lange mensen, want ik kan hem best nog wel een eind uitschuiven. En deze ook. Oh, deze niet. Maar ook voor lange mensen kan je hem goed uitschuiven en blijft hij echt stevig. Hij blijft echt stijf. Dikke vette pluspunt vind ik dat. Wat ook een dikke vette pluspunt is, is dat je zonder al te veel moeite je armsteun kan veranderen. Door middel van een camlock. En die zit daarna ook echt vast. Super oplaadbaar en tot 5 meter waterdicht. Chapeau. Niet de schotel, ook de kast. Gewoon alles. Hele detector, 5 meter onder water. No problemo. Ja. Dan blijft er nog maar één ding over en dat is prestaties. Hoe presteert zo'n ding? Wil die meekomen met de rest? En dan doel ik eigenlijk op andere merken. Ja, dan zal die toch ook wel wat moeten kunnen. Van een mooi bord kan je niet eten. Hij moet wel wat doen. Dus dat ga ik de komende periode ga ik dat echt wel laten zien, wat hij kan. Goed, als we naar de interface van de metaaldetector kijken, dan zie je hier de modus staan. En de modus die kan je eigenlijk heel makkelijk veranderen door deze twee tegelijkertijd in te drukken. Dus dit is goud. Zoeken of alle metalen, zout water, nat strand, field en park. Als je dan verder gaat kijken, dan kan je met de pijltjestoets omhoog kan je de sensitivity omhoog en omlaag zetten. In de menuknop is de eerste menu is de exclude ID en dat is een soort discriminatie. Je kan door middel van de pijltjestoets naar het gedeelte gaan wat je wil discrimineren en dat kan je aan of uitzetten. Het tweede gedeelte van de menu is het aantal tonen waar je mee wil lopen. In park zijn dat 2, 3 en 4 en pitch. Dat wil niet zeggen dat het in alle modus hetzelfde is. En de volgende is FA Sen. En FA Sense is het ijzergevoeligheid. Dus bij 0 staat hij helemaal uit. Hoor je geen ijzer meer. Bij 1 hoor je het op de achtergrond een beetje. En zo voor gaat het steeds harder. Knopje rechtsonderin is grondbalans. Druk je 1 keer in, kan je met de pijltjestoets de grondbalans handmatig instellen. Bij Quest staat hij standaard op 90. Laat je hem los. Wacht je 4 seconden, gaat hij uit, staat de grondbalans op 90. Vind je dat moeilijk om dat zelf te bepalen? Laat hem op die 90 staan of doe de pompende beweging. En die pompende beweging is de grondbalans indrukken en dan zegt hij zelf al pomp coil. En dat is de pompende beweging. De middelste knop is de pinpoint functie. Geeft aan ongeveer waar het ligt en geeft aan ongeveer de diepte. En de diepte kan je hier aflezen. Dicht bij het schepje is ondiep en dicht bij de 7 plus is diep.
Dan hebben we hier de batterijindicator, de volumeindicator. Aan deze kant zit nog backlight. Kan je aan, uit of in twee standen zetten. En dan hebben we eigenlijk bijna het hele menu al gehad. Uiteraard willen we ook nog even kijken hoe constant de VDI-nummers zijn. Want er zijn toch best wel veel mensen die echt wel op VDI zoeken. Ik raad het eigenlijk altijd een beetje af, want VDI is in combinatie van geluid en constantheid pas echt een beetje voorspelbaar. Maar er zijn mensen die best wel daarnaar kijken. Dus ik pak gewoon eventjes een zilveren gulden. Noem ik best wel constant. Een koperen duit. Gewoon een koperen duitje. Blijft netjes hangen. Een tinnen penning. Nou, is eigenlijk best wel constant allemaal. Even een klein dingetje over de reactiesnelheid. Dat willen mensen soms nog wel eens weten. Dat is normale snelheid. Zo zwaait eigenlijk bijna niemand meer. Dit is ongeveer hoe snel ik kan. Alsjeblieft, meneer. Alsjeblieft. Ik heb hier 3 munten. Een koperen, een zilveren en een gouden. En we gaan eventjes kijken wat die kan. Dat komt neer op 44 centimeter ongeveer voor de zilveren munt, 40 centimeter voor het gouden muntje en 45 centimeter voor de koperen munt. Dit was hem alweer, de kleine intro over de Quest Q30. Ik hoop dat jullie me blijven volgen en dan gaat er zeker nog veel, veel meer komen over deze leuke machine. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.